dat je komt bij mij, hè. Kom hier eens, kom maar. Nou, en Willy die hier druk bezig en er staat een gereedschapskist met de voorbenzine van Mary hier. We hebben koffie, we hebben op en daar zit Mario. Dag Mario! Hoi. Hallo, hey! Dag Mary! Hallo! Hey. Die is net de kamer in. Hier staat het toiletpapier. Hier staat mijn tas nog, moet ik straks allemaal opruimen. Daar staat de tas met boodschappen dus. En nog heeft er iets gebeld. Ook dat nog. En ik heb een bosje rozen meegenomen. Hele mooie roosjes. Het is wel een eelbosje, maar voor die prijs. Ja, goedemiddag lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de eerste van de tweede 2024 en we leven om 17 minuten over 1. Ja, we zitten te wachten op Willy. Ja, ja, die gaat straks komen. En ik heb al een broodje voor me staan, ben ik al aan het eten, ik heb koffie voor me staan. En als Willy er is, doe ik dan nog een bakje koffie met haar en daarna ga ik met de meisjes uit. En we hebben iets nieuws in de brievenbus gekregen. En ik hoop voor iedereen dat ieder ander dat ook krijgt, want het maakt ons vele malen makkelijker. Als je geen volle pakket meer in je brievenbus wilt hebben, nou ja, dan kan je nu naar inmijnbus.nl. Nou ja, dat gaan we gewoon doen, want dan ben ik die folders tenminste kwijt. Ik hoef die folders niet te hebben. Krantjes wel, met die pakketten die in dat plastic verpakt zitten, weg ermee. Ja, dan ik kan wel een sticker op je deur nemen, maar dat werkt ook niet altijd, want dan doen we het er toch nog wel in. En dus, ja, en het is hier prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Wat willen we nou nog meer? Hé? Jij, wat willen we nou nog meer? De lucht is blauw, het zonnetje schijnt, kind. Ja, zien we jou wel? Ja, hè? Ja. En hier zit er ook een. Lekker te genieten. Hé? Jij, kind. Ja. Ja, en dan is het gewoon wachten op Willy, maar ja. En daar ligt de kerstman, die kan naar boven. Ik heb in de hal wat staan, dat kan naar boven. Nou, het is vandaag enkel eigenlijk boodschappen doen en die vaat. Maar ja, we zullen wel zien hoe ver we komen, want ik weet ook niet of Mary komt. Moet jij naar buiten weer? Moet jij weer naar buiten, kind? Nou, dat mag. Ga jij maar weer naar buiten, hoor. Hé, ja, hé. Moet jij ook naar buiten? Dat mag wel, hoor. Alles mag vandaag de dag. Hé? Nou, al zegt er eentje we niet, zolang het vrouwtje wel mag. Hé, ja. Ja. Ja, schat. Oh, wat zijn we mooi, hè. Wat zijn we nog een knappe dame, hè. Wat zijn we toch ook een knappe dame, hè. Ja. Oh, goeie zin. Hé, ja, zo lief. Dus ja, dat dus, lieve vrienden, dat, ja. We gaan gewoon vandaag proberen wat te genieten van het prachtige mooie weer. Maar ja, er moet wel een vaatwas gedaan worden en ik moet boodschappen doen. En als Willy weg is, dan ga ik toch eerst om boodschappen, ja. Maar we moeten nou nog wachten totdat ze er is. En het kan elk moment wezen, maar het kan ook wel eventjes duren. Ik weet het niet, nee. Het ligt eraan aan haar op. Onthoud. Zo is het en niet anders. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jouw dag. Van jullie dag. Doe ermee wat jullie willen. En vul hem in zoals jullie willen. Gaan wij aan deze kant ook doen. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot later. Doei. Rika. Rika, kom bij mij hier. Kom hier zitten. Kom maar. Nou,
En Willy die is druk bezig en er staat een gereedschapskist met een boormachine van Mary hier. We hebben koffie, we hebben al op en daar zit Mario. Dag Mario! Hoi. Hallo, hey! Dag Mary! Hallo! Hey. Wil je even kijken hoe baas is? Ja, en? Zal mij een woord wezen. Oh, oh, oh. Hé, hey, Elwin, maakt niks uit, hè, schat? Nee. Maar luister, als ik niet in orde ben, dan film ik ook wel eens gewoon en dan zie ik er ook niet uit. Dus, en? Je bent een mens en je bent geen robot. Is dat zo? Ja, je bent, of ben je een robot van de maatschappij? Nee. Nee, hè? Oh. Nee. Jij dan? Ben jij... Nee, ook niet. Nee? Nee. Wij niet. Wij zijn heel wakker. Hé? Ja. Ja, hè? Jij bent ook niet een robotje, hè? Nee, want jij hebt al helemaal een eigen willetje, hè? Ja. Ja, hebben we allemaal. Oh. Gelukkig wel, in dit huis wel. Ik heb twee witte herders gezien, die vrouw waar we niet eens in weten. Ja, vertel me gisteren al. We hebben niet eens een witte herder opgegeven. Ja, witte herder zou ik nog wel willen. Zo ben je lief? Ja, hij is altijd... Maar nou is Willy met de poort bezig, dus we wachten het geduldig af. Want ja, mijn broertje die zou het doen. En ja, dan wel wanneer de agenda's overeen lopen, zoals die van mij en van hem. En ik had nog niet gebeld, nee, want mijn agenda was nog niet zover. Want ik wou eerst die troep allemaal weg hebben van de kerstspullen. Nou, dat is nou weg. Nee, dat hangt toch geen. Nee, dat hangt er al jaren. Dat hangt er al van toen Jack nog leefde. Ook boven je hoofd, boven het raam. Dat hing ook al toen destijds. Die kerstverlichting hing er ook al. Enkel die ik op een keer opnieuw moet ophangen. Hoort het timmeren? Ja. Ja, ze weet ik wel. Net zo'n boterhammetje. Ja. Ze flikkert het zo hier naartoe. Het is eraf. Nou, we zullen zien of die erin gaat. Oh. Ik zie het alleen nog niet liggen. Waar het ligt, Joost mag het weten, maar ik zie het nergens liggen. Je flikkert dat zo hier naartoe en ik zie het niet liggen. Bij de bak. Oh, ik lig nou bij de container. Nou ja. Nee. Het is eruit. Ja, en dan moet die andere erin. Ja, maar dat komt nog. Zo. Nou, de rust is wedergekeerd. Mary die is al een hele tijd de hart weer op. Willy is de hart op. En onze Mario is ook weer weg. Dus ja, en daar ligt een tas. Met andere woorden, ik ga zo meteen boodschappen doen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even... Heel even... de vlog vandaag even delen met Facebook. Ja, dus dat komt helemaal goed. Dus geniet gewoon van alles met wat jullie nog doen gaan. En ja, geniet gewoon ook een beetje met mij mee. Ja. Ik moet eerst de stad in voordat ik boodschappen ga doen. Want anders kan ik geen boodschappen doen. Want ik moet wel dat hebben. Ja. Dan kun je zeggen, ja, maar je kunt toch binnen bij de kassa? Nou, nee. Als je daarmee aankomt, dan bij mij, nee. Ik ga niet binnen bij de kassa. Nee. Ik heb ook een hekel aan die kassa's, tenminste aan die kassa's. Het zijn geen kassa's. Die snel dingen, snel, weet ik van met zo'n apparaat dat je het zelf moet doen. Had nooit een nummer uitgevonden mogen worden. En nooit een nummer bij Albert Heijn daar in die winkel geplaatst moeten worden. Maar ja, Albert Heijn, je weet het hè, is een WEF winkel. Wil je geen boodschappen doen? Het enige wat ik daar doe, dat is, juist ja, cashgeld pinnen uit die automaat in mijn portemonnee. Dat is wat ik ermee doe. Dus ja, nee. Voor de rest geen Albert Heijn bij mij. Nee, dat maakt mij niet blij. Nee, echt niet. Dus, maar in ieder geval, mijn meisjes die zijn zo lief. Oh, ze zijn zo lief. Ze
zo lief. Ja, vind ik van wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, jullie zien die tas al liggen. Die lag er ook voordat ik ging vertrekken om boodschappen te doen. Wat doe ik? Vergeet hem mee te nemen met mijn domme kop. Dus ja, kun je er eentje kopen. Die rode. En nou doet mijn televisie het niet. Gaat goed. Even uitdoen. En weer opnieuw aan proberen te doen. Nou, kom op. Wat is dat nou? Zo ja. Aha. En ik heb de meisjes al uitgelaten. Daar zijn we net voor terug. Die is net de kamer in. Hier staat het toiletpapier. Hier staat mijn tas nog, moet ik straks allemaal opruimen. Daar staat de tas met boodschappen dus. En nog heeft er eentje gebeld. Ook dat nog. En ik heb een bosje rozen meegenomen. Hele mooie roosjes. Het is wel een eelbosje, maar ja, voor die prijs. 2,99. Dus ja. Dan pakken we zometeen een vaasje voor en dan gaat het bij de dierbaren staan. En de televisie doet het nog niet. Gaat goed, maar niet heus. Nee, helemaal leuk niet. Heb internet? Ja, ik heb internet. Nou, moet ik het ook willen doen. Dus dan gaan we even mee bezig, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles en tot later. Ja, lieve vrienden. Het is weer de hoogste tijd om te gaan slapen. Ja, we zijn al lekker buiten geweest, hebben een blokje gedaan. Hè, maar het is zo gemeen waterkoud, terwijl het toch 7 graden is. Maar het is echt gemeen waterkoud. Hé, ja, kind. Ja. Rijka staat even bij me. Hé, jij. Ja, kind. Dat we gaan zo lekker naar bedje toe. Dus ik wens jullie allemaal een warm welterust ertoe. In een lekker warm bed. En ja, ook gezond weer uit je bed zien te komen. Ja, dat moeten we eigenlijk allemaal, hè. Allemaal gezond eruit zien te komen. En dan hebben we weer een nieuwe dag. En die heet vrijdag. En dan zullen we zien wat die dag ons brengen gaat. Maar ik weet één ding. Heel zeker. En dat is dat God altijd bij ons zal zijn. En God gewoon over ons waakt. Dag en nacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!